dat dit een van de mooiste herfstbloeiers is, ja, dat mogen duidelijk zijn. En daar hebben we ook ooit al een filmpje over gemaakt, hè. Maar wat ik nu zo mooi kan laten zien, is hoe die zich vermeerdert in de tuin. Als ik er even eentje uitpak en ik doe al even zo, gewoon uitschudden, terwijl die nog in de bloei staat. En hoe mooi is dat? Dan zie je al dat zaad eruit vallen. Door regen en door wind, want het is hartstikke licht. Verspreid dat dus door die hele tuin. En dat maakt deze plant zo mooi en ook zo bijzonder. Want waar die ook eigenlijk spontaan opkomt, hij verweeft, zoals je dat noemt, zich heel makkelijk met andere planten. Of het nou is met een uitgebloeide hibiscus, of met de vlinderstruik, of hier, kijk, met de polygonum, die ook nog staat te bloeien. Moet je kijken hoe mooi dat matcht bij elkaar. Super heftig. Maar die verbena, want zo heet hij, de verbena bonariensis, de ijzerhart, laat hem ook gewoon spontaan opkomen. Of sterker nog, activeer het. Schud het wat uit, zaai het in de tuin, meng het een heel klein beetje door de grond. Of zaai het uit in potjes en ga planten, hè, want dat mag natuurlijk altijd. Maar zet die plant nou spontaan op verschillende plekken in jouw tuin. En je zult zien, en dat kun je soms niet van tevoren bedenken, dat als hij ineens tussen bijna uitgebloeide hortensia's opkomt, hoe mooi dat is. Of tussen vaste planten. Of voor mij tussen de lavendel. De verbena. Echt een heel stoer ding. Heel open van structuur. Ja. Ja, die liefde voor planten, die laat me niet los.